We komen nu aan die, dat laatste punt, namelijk met de klaviertuose. Dat is een ensemble van Joe Budy wat ook nog niet zo lang bestaat en wat u ook altijd zeer apprecieert natuurlijk in de KRO-programma's. En het is me een grote vreugde dat Joe Budy en de zijne vanmiddag hier ook gekomen zijn voor u. Het leukste is eigenlijk dat hier de enigste dame die we mee hebben gebracht en die toch wel eens een tegenwicht mag vormen tegen al de dames die hier in het auditorium zitten, dat we die hier op het podium kunnen voeren, Annie Palme, die op haar beurt weer niet alleen durfde komen als er vocaal moest gewerkt worden en naast haar niet een vrouw, maar een man heeft geschacht, namelijk Jan van der Mos. Die twee die altijd trouw samenwerken met Budy klaviertuose. U hoort hier dus op het ogenblik Annie Palme, Jan van der Mos en de klaviertuose onder de leiding van Jo Budy. Een jonge man was dol verliefd op kleine blonde Jans. Maar ach, al deed hij heus zijn best, hij had geen schijn van kans. Toen kocht hij zich een nieuwe fiets, die als een spiegel glom. Hij vroeg haar, spring je achterop, dan rijden we wat om. Maar toen zei ze, nee, dat wil ik niet. Oh nee, dat wil ik niet. Oh nee, dat wil ik niet. En toen zei ze, nee, dat wil ik niet. Oh nee, dat wil ik niet. Oh nee. Hij dacht, een fiets is haar te min, die fout herstel ik vlug. En toen hij 2 jaar had gespaard, kwam hij bij haar terug. Hij zei vol trots, ik heb deze week een autootje gekocht. Een 2-persoontje sportmodel, voel jij wat voor een tocht? Maar toen zei ze, nee, dat wil ik niet. Oh nee, dat wil ik niet. Oh nee, dat wil ik niet. En toen zei ze, nee, dat wil ik niet. Oh nee, dat wil ik niet. Oh nee. De jongen gaf de moed niet op, hij zag een goed idee. Hij dacht, als ik het ware vind, gaat zij wel met me mee. Zo kwam hij na een maand of wat met rozen bij haar thuis. En vroeg, wil jij per trouwcoupé met mij naar het stadhuis? En toen zei ze, ja, dat wil ik wel. Oh ja, dat wil ik wel. Oh ja, dat wil ik wel. En toen zei ze, ja, dat wil ik wel. Oh ja, dat wil ik wel. Oh ja.